Gisteren werd in de conference room van Residence Inn een workshop gehouden omtrent klimaatsverandering. Suriname in het bijzonder, Nikeri, zal heel veel voordelen uit deze workshop halen op het gebied van de reissector. Report sprak gisteren met de consultants Peter Donk en Riyad Noor Mohammed, die iets meer vertelden over klimaatsmodellering. Zij gaven aan dat de data die ze reeds beschikken betrouwbaar zijn om verder met het project te gaan. Report sprak ook met Heidi Aroma van ATM, die meer vertelde over het doel van deze workshop. Deze workshop is om de participanten of de mensen die in de reissector met name of een relatie hebben met de reissector, om hun te informeren over de studie die nog zal plaatsvinden. Waarom is Nikeri als eerst gekozen? Omdat het gebleken is dus dat Nikeri, met name de reissector, een heel belangrijke plaats neemt binnen onze economie. En binnen de studies die al gedaan zijn, is gebleken dus dat de agrarische sector, met name in het district Nikeri, de studie heeft uitgewezen dat zij dus het meest kwetsbare zijn als bijvoorbeeld de zeespiegel zou gaan stijgen. Er is net een vraag gesteld over extreme. Of we nou wel over echt klimaatsverandering kunnen spreken. Of we nou gewoon extreme gevallen zijn, want dat kan ook. Zou je wat meer daarover kunnen zeggen? Wat er gaat gebeuren is dus dat we, om te zeggen of het nu echt een effect is van klimaatsverandering, moet je data hebben. Je moet eerst onderzoek hebben gedaan en dat hebben we nog niet kunnen doen. Dus vandaar dat er in dit project, gaandeweg de rit, worden er surveys gedaan, wordt de input van de mensen zelf vergaard. Dus wat weten de mensen, wat zien de mensen? En dan ga je op basis daarvan kijken in hoeverre is het gerelateerd aan wat, laten we zeggen, internationale wetenschappers al hebben geconstateerd. Maar zo kan je nog niet aangeven of het nu, als die boer bijvoorbeeld zegt van, nou, ik heb droogte dit jaar gehad, maar het heeft te maken met klimaatsverandering. Dat kan je nog niet zeggen.